Yo mensen, Jaraski hier, pakken wij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Farming Simulator 2022. We gaan weer verder op onze boerderij, want op dit moment zijn we bezig om al onze stukken land in te zaaien met een nieuw gewas. Dus mijn allereerste taak van vandaag is dat ik land 51 ga inzaaien met gerst. En dan vragen jullie misschien allemaal af, waarom gerst? Maar dat komt natuurlijk omdat wij een molen gaan bouwen. En met die molen kunnen wij de gerst gaan veranderen in meel. En kunnen we die meel gaan veranderen in brood. En brood levert natuurlijk vele malen meer geld op dan het normale gewas. Daarvoor hebben we nog wel een aantal dingen nodig. En daarvoor moeten we natuurlijk ook nog heel veel maanden wachten. Want we gaan het nu in maart in de grond stoppen. En pas over ongeveer een half jaar is het klaar. Maar ik ga niet alleen veld 51 volzetten met gerst. Maar ook het veld naast ons, veld 50, zodat we gewoon een hele hoge opbrengst hebben. Daarvan kunnen we gedeelte gebruiken om de kippen eten te geven. En de rest wat we overhouden, gaan we gewoon allemaal veranderen in meel. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel geld brood gaat opleveren. Maar heb je er vandaag nou weer zin in? Ram dan natuurlijk! Kijk, het lijkt me zo super gaaf. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Om op de hoogte te blijven van alle nieuwe afleveringen. En ook alle nieuwe uploads. En het is op dit moment 1 uur 's middags. Maar het blijft gewoon de gehele dag droog. We kunnen gewoon de gehele dag bezig zijn. En aan onze linkerkant zie je natuurlijk ook hele kleine babyboompjes staan. Die hebben wij de vorige keer in de grond gezet. Die hebben 2 jaar nodig om te groeien. Dus daarvoor moeten we nog heel lang wachten. Maar daarvoor ga ik wel... Oh, dat is niet handig om over die treinbaan te rijden, joh. Het is ten eerste niet veilig, maar het wiebelt ook aan alle kanten. Maar daarom ga ik de gerst ook op deze manier inzaaien. Dat we gewoon alvast leren om op deze manier over het veld heen en weer te rijden. Want als eenmaal die bomen groeien, die sparbomen groeien, dan kunnen we natuurlijk niet meer daar keren. Want dan staan er gewoon bomen van 20 meter hoog in de weg. Dus ik ga het mezelf alvast aanleren om op deze manier heen en weer te gaan rijden. En dan moet deze taak niet al te lang duren. Maar heel erg bedankt natuurlijk allemaal voor de support. Heel erg bedankt weer allemaal voor het intunen. En we hebben heel veel om te doen op de boerderij. We moeten ook met heel veel rekening houden. En het liefste krijg ik vandaag op alle landen het gewas in de grond. Moeten we ook alle landen nog even walsen. Want dan krijgen we natuurlijk een hogere opbrengst. En dan kunnen we eigenlijk gaan slapen en dan kunnen we doorgaan naar de volgende maand. En de volgende maand kunnen we opnieuw weer geld gaan verdienen. Dus dat is altijd welkom. Misschien dat we ook de volgende maand onze sojabonen gaan oogsten. Misschien dat onze suikerbieten klaar zijn. Want we hebben natuurlijk het hele grote land aan onze rechterkant, oftewel land 53, gekocht. En dat hele land staat vol met suikerbieten. En nu weet ik niet wanneer de vorige eigenaar die suikerbiet in de grond heeft gedaan. En ik weet dus ook niet of ze volgende maand volgroeid zijn. Of ze die maand daarna volgroeid zijn. Maar we hebben nog wel een suikerfabriek nodig. En ik weet niet uit mijn hoofd hoe duur die suikerfabriek gaat zijn. Maar dat zal ongeveer 70.000 euro gaan kosten. Ik ben een heel klein stukje vergeten. Dus ik rij sowieso even achteruit om dat mee te nemen. Want we gaan wel... alles inzaaien. We gaan niks missen. En eigenlijk, het is veel slimmer bij de weg als ik hier gewoon doorrij. Wacht eens even, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Ik moet beide landen inzaaien, dus kan ik net zo goed gewoon hele lange stukken heen en weer rijden. We letten nu al niet meer op. Moet je nagaan. Dan weet je wel wat voor dagje het gaat worden als het nu gewoon al eigenlijk fout gaat. Want hey, we moeten wel onze tijd goed benutten. Als ik het goed heb gedaan, dan moet ik dit nu in 1 keer kunnen meepakken. En ja... precisiewerk. Kijk, kijk, kijk. We pakken alles, maar ook echt alles mee. En dan kunnen we nu gewoon die hele lange lijnen gaan maken. Want dat scheelt echt wel veel tijd. Wat ik wel even ga doen, is ik ga even kijken hoeveel het land nu bemest is. Want het was al 50% bemest. Want voordat we gingen inzaaien, hebben we er al mest overheen gegooid. Op sommige gedeelten kunstmest. En op andere gedeelten drijfmest. Daarom zie je dat kleurverschil ook. Maar is het land nu dan ook 100% bemest? En op het drijfmestgedeelte is het 100% bemest. Maar op het kunstmestgedeelte is het nog maar 50% bemest. Dus hij stopt dus alleen de kunstmest in de grond waar drijfmest op de grond ligt. Oké, okay, dat is wel interessant. Dat is even iets wat we moeten onthouden. Maar dan hebben we weer wat geleerd. Zo leren wij nog steeds elke dag beetje bij beetje iets bij. En we hebben op dit moment ook 25 koeien.
Wat automatisch inhoudt dat we veel meer drijfmest produceren. Want nu kwamen we echt niet ver met de drijfmest. Je ziet precies waar we zijn geweest en waar we niet zijn geweest. En dat gaat dus wel veranderen omdat we nu gewoon meer mest produceren. Dus ik hoop dat bij het volgende gewas, na de gerst, dat we dan heel veel drijfmest hebben verzameld. En dat we dus ook het hele land daarmee kunnen gaan bemesten. Want eigenlijk is het gratis. Het is natuurlijk niet helemaal gratis, want we moeten de koeien kopen. We moeten de koeien eten geven, we moeten de koeien verzorgen. Dus dat kost wel geld. Alleen aan de andere kant, het is ja, een bijproduct bovenop natuurlijk de melk die de koeien ook produceren. Dus voor nu rijd ik gewoon helemaal rechtdoor. We moeten bij het keren wel even opletten dat de trein er niet toevallig in één keer rijdt. Want net ging ik het spoor op, was hij zo slim. Maar als ik die bocht goed wil maken, dan moeten we wel in de gaten blijven houden of die trein niet aankomt. Die trein die komt altijd vanaf dezelfde kant. Dus ik hoef alleen maar naar rechts te kijken. Maar voor nu zie ik hem niet. Dus dan ga ik toch even wijd. Ja. Don't try this at home. Want dan kan het fout gaan. En dan laten we de machine weer zakken. En dan gaan we weer helemaal terugrijden. Ik heb ook de hulplijn aangezet. Dus het enige wat ik nu hoef te doen is natuurlijk de lijn die we hebben gecreëerd te volgen. En als ik gewoon precies in het midden van die lijn blijf rijden, dan pakken we ook precies alles, maar ook echt alles mee. En terwijl wij hiermee bezig zijn, kan ik natuurlijk eventjes een helper gaan inhuren die alvast gaat beginnen met het walsen. Want dan doen we twee dingen tegelijkertijd. Dat scheelt ook weer tijd. En zo blijven we het productiefste bezig wat we ook maar bezig kunnen zijn. Dus ik maak eventjes helemaal deze lijn af. En dan gaan we even de McCormick tracker opstarten. Dan halen we even de wals op. En dan zetten we gewoon een helper aan het werk. We hebben genoeg geld, dus we hoeven het niet allemaal zelf te doen. En de helpers, die kosten ook niet heel erg veel. Ik pak zelf even een baantje aan de zijkant mee, zodat de helper natuurlijk een plek heeft om te keren. Want anders rijdt hij tegen onze fermenteersilo aan. Anders rijdt hij tegen onze stenencrusher aan. En dat willen we niet. Dus we pakken zelf even helemaal hier rechtdoor een baantje. Dan kan hij zo meteen wat makkelijker gaan keren. En dan kunnen we hem dus ook aan het werk gaan zetten. Dus helemaal door naar het einde. Je moet altijd een klein beetje nadenken. Kijk, wij zijn de professionele boer. Maar de mensen die wij inhuren, die weten heel vaak niet waar ze mee bezig zijn. Dus vandaar dat we ze af en toe een klein handje moeten helpen. En dat doen wij op deze manier, zodat ze gewoon makkelijk kunnen gaan keren. En dan ga ik hem nu aan het werk zetten, helemaal aan deze kant. Dan kan hij daar gaan beginnen. En dan zal hij hier en daar wel een strookje missen. Dan zal hij hier en daar wel iets vergeten. Maar dat kunnen we natuurlijk zelf heel makkelijk oplossen. Door daarna zelf er nog één keertje langs te gaan. Maar vanaf hier mag hij gaan beginnen. Dus zet hem op, Jack. You got this, jongen. Ik geloof in je. Mooie rechte lijn. Helemaal door blijven rijden. En mocht hij in de problemen komen, we rijden letterlijk op het veld ernaast, dan zien we dat zelf ook wel. En ik moet je zeggen, het is wel makkelijker als je gewoon twee velden met hetzelfde gewas inzaait. Want je kan nu gewoon in één keer helemaal doorrijden, kan hele lange banen maken. En ik vind het eigenlijk wel fijn om te doen. Het is echt super, super makkelijk. Je hoeft er helemaal niet over na te denken. Gewoon rechtdoor rijden, cruise control aanzetten, handjes achterover en genieten. Hoe kijken jullie eigenlijk de video's? Ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar. Kijken jullie de video's ook in de hashtag genietenstand? Of kijken jullie de video's in bed? Of kijken jullie de video's op een luie stoel? Dat is zo'n stoel waar je helemaal achterover kan zitten. Of kijken jullie de video's gewoon op je computer, achter je eigen setup? Ik ben eigenlijk wel benieuwd, jongens. Laat het sowieso even weten in de reacties. En dan gaan we eens even kijken waar jullie de video's kijken. Misschien wel de trein, misschien wel de auto, misschien wel... Ik heb eigenlijk geen idee, ik moet snel keren, want de trein komt eraan. Snel! Oké, ik ben in de clear. Alles onder controle. Laat de zijmachine maar weer zakken. En dan gaan we vanaf hier weer helemaal verder. Kijk, de helper is ook al gewisseld. En wat ik zo meteen natuurlijk kan doen, is ik kan zo meteen met de vals, kan ik ook gewoon die hele lange banen maken. Dit is top, jongen. Dit krijgt van mij een duimpje omhoog. Ik ben ook wel blij dat ik hier nu aan dacht, in plaats van dat ik al heel veld 51 had ingezaaid. En toen bedacht van, wacht, ik kan ook gewoon rechtdoor rijden. Dus, weet je, in dat geval is het nog wel goed gegaan. Maar we halen de machine weer omhoog. Dan gooien wij de hulplijn naar de andere kant. Dan draaien we de trekker ook om. En dan gaan we weer rustig naar de andere kant van het veld. En het leuke is, Farming Simulator die had een award gewonnen voor de meeste of de grootste Zen game die er is.
En wat ze daarmee bedoelen is dat het natuurlijk heel erg relaxend is. Je kan gewoon achterover zitten. Je kan gewoon genieten. En wat er natuurlijk aan de hand is bij heel veel games, is dat je moet concentreren. Dat je moet opletten. En je moet wel concentreren bij Farming Simulator. Want anders gaan er heel veel dingen verkeerd. Maar voor de rest ga je gewoon genieten. En dat zijn ook heel veel van jullie aan het doen. Want we zijn al gewoon bij aflevering 53, als ik het goed heb. En dan moet je even nagaan. De eerste aflevering was gewoon een grapje. Van jou gaat Farming Simulator spelen. Iedereen vond het leuk. En nu zijn we 53 afleveringen verder. Onze boerderij is echt al heel, maar ook echt heel erg groot geworden. En we blijven alleen maar uitbreiden. De hulplijn weer even naar de andere kant gooien. Komt geen trein aan. Dus mooi de bocht door. En die draaicirkel. Het is een hele grote trekker, de case trekker. Maar die draaicirkel is zo fijn. We laten de zijmachine zakken. En dan gaan we weer helemaal naar de andere kant. Ik moet wel even in de gaten houden, want er zit nog 140 liter aan zaadjes in de machine. Dus ik denk dat ik het beste alvast dan even kan gaan bijvullen. Want ik zie ook dat de helper alweer bijna klaar is op het veld. Zo! Die heeft er zin in, joh! Kijk eens hoe snel die is! Want als de helper klaar is, dan kunnen wij zelf de McCormick Tracker gaan gebruiken om veld 47 even te gaan koken. Want ik ben dat namelijk vergeten. En een paar oplettende kijkers zeiden van: Jan, veld 47 heeft nog kalk nodig! Dus dat kunnen wij nu nog doen. Daar kunnen we niet een maand mee gaan wachten. Dat moeten we nu doen. En daarna moeten we meteen overheen met de wals. Want als we het vergeten, dan gaat de opbrengst natuurlijk naar beneden. Dus wat ik doe, is ik haal de machine voor nu even omhoog. Dan klap ik hem ook even in. Want dan ga ik alvast de zaadjes even bijvullen. Dan kunnen wij zo meteen de McCormick overnemen. Dan moeten we snel gaan, want hij gaat keren. Pas op! Dank u, dank u, dank u. Ik ben snel verlangzaam gescheurd. Snel alle zaakjes erin. Kom maar door, kom maar door, kom maar door. Er zat nog ongeveer 1600 liter zaad in de silo. Wat inhoudt dat die nu gewoon zo goed als op is. Dus de volgende keer als we zaakjes nodig hebben, dan hebben we wel een klein probleem. Dus we moeten sowieso de silo eventjes gaan bijvullen. En dat kunnen wij weer doen met big bags. Of we kunnen deze keer gewoon iemand inhuren die voor ons even de silo vult. Want dan scheelt het natuurlijk ook weer tijd. Anders moet ik met al die big bags weer heen en weer gaan rijden. En dan zit ik niet echt op te wachten. Nee, niet dat veld rollen! Stop! 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 Dat veld moet nog niet gerold worden. Die moet eerst gekookt worden. Echt, we letten heel veel niet op, hè. En hij gaat gewoon door op het volgende veld. Wacht. Ho, stop, ho. Ik heb Jack moeten ontslaan voor nu. Het spijt me zeer. Maar we moeten dat veld eerst met kalk gaan besproeien. Dus ik zet de roller eventjes op dit veld neer. Dat kan namelijk wel. De gewassen zitten toch in de grond. Niet dat ze al gegroeid zijn. Dan is Henry in de case gestapt. En die gaat dus verder met het inzaaien van de gerst. Dus goed bezig, jongen. En ik hoor vanzelf al wanneer je een probleem hebt. Want dan gaan wij de kalkwagen ophalen. En nu is het zo dat een aantal mensen in de reacties hadden gereageerd dat wij onze kalkstrooier kunnen gaan verbreden. Want voor nu hebben we volgens mij een werkbreedte van 8 meter, als ik het goed heb. Maar wij kunnen dat gaan verbreden door 2 strooiers op de achterkant te zetten in plaats van 1. Ik weet niet uit mijn hoofd hoe duur dat gaat zijn. Maar we kunnen het natuurlijk altijd eventjes proberen. We kunnen het altijd even uittesten als de prijs juist is. Dus ik koppel hem aan. Er zit nog 8559 liter in onze wagen. En dan rijd ik eerst even naar de werkplaats, want dan kunnen we gaan kijken hoe duur deze upgrade is. We hebben genoeg geld, maar hoe duur gaat dit grapje zijn? Want voor nu zit er 1 strooischijf op de achterkant. Dat kunnen we dus verhogen naar 2. En dan wordt ons bereik verhoogd naar 18 meter. Het kost ons 8000 euro. Dus weet je, ik ga het gewoon doen, want we hebben het geld ervoor. Dus de configuratie is veranderd, het staat in ons scherm. En het is tijd om onze upgrade te testen. Dus hoe vaak moeten we nu heen en weer? Neem je startpositie in. Klap de machine maar uit, want dat moeten we nu wel doen. En oeh. Oh, je hebt ook van die kleine transportbandjes. Die kalk die zal dus op die transportbandjes komen. Daarna zal die in die strooischijven komen. En dan wordt het natuurlijk uitgespuwd. Dus, zet hem maar aan. Oh ja, dit is fijn. Oh ja, dit is fijn. Let's go. Ik heb aan het begin een heel klein stukje gemist, maar dat kunnen we zo meteen natuurlijk gewoon herstellen. En dit is fijn. Links en rechts wordt het eruit gegoten, maar ook in het midden wordt het er gewoon uit. Hij laat gewoon nog een stukje vallen in het midden, want anders heeft hij dat bereik er niet voor. Maar dit is fijn. Dus nu moet hij uit worden gezet. Dan moeten we even helemaal de bocht om.
En dan gaan we het in 3 keer kunnen redden, denk je? Nee, ik denk het niet. We moeten nog wel een klein beetje dichter er naartoe. En het kalk hoeft ook niet heel precies. Als je stukjes mist, is het niet heel erg. Maar als je het hele veld mist, oftewel je vergeet het gewoon, dan is het natuurlijk wel erg. Dus ik kan zo meteen nog wel de stukjes die we hebben gemist eventjes herstellen. Maar het hoeft allemaal niet heel, heel erg precies. En het slimste is nu, want kijk, de helper die zit ook in de penarie met de paal. Het slimste is nu om gewoon helemaal hier verder te gaan. Want dan hebben we geen last van die stroompaal. Ja, daar kunnen we niks aan doen. Die kunnen we niet verwijderen, want dan hebben we geen stroom meer op de boerderij. Dus die stroompalen, daar gaan we altijd last van hebben. Maar voor de rest gaat dit ook wel goed. De kalk gaat heel snel omlaag. Maar we hebben nog 40.000 liter kalk in onze stenencrusher zitten. Dus weet je, eigenlijk kan het nooit opgaan. En nu ben ik zelf dom geweest, want nu heb ik namelijk de wals in de weg gezet. Dus nu moet ik daar omheen gaan rijden. Dit is wel echt dom. We zijn er omheen. Alles is onder controle. En dan kan ik het waarschijnlijk net niet halen. Ofwel. Kom op. In het midden blijven. Kunnen we alles meepakken? Kunnen we alles meepakken? Ja. Ja. Let's go. 4 keer heen en weer. Oh, nee. Ik mis een heel klein stukje. Ja, moet dat nou weer? Ik was helemaal blij ermee. Dan moet ik nu wel om die paal heen. Ja. Wow, yo. We steken wel een stukje uit, Jan. Ik weet het. En dan zal ik snel nog eventjes onze hele kleine foutjes oplossen. Want woep, dat is opgelost. Snel hier het stukje oplossen. Hop, dat is ook opgelost. En dan natuurlijk nog helemaal aan deze kant het hele kleine stukje oplossen. Dan is het hele veld gekalkt. En omdat we er nu pas met de vals overheen gaan, wordt die kalk natuurlijk ook weer in de grond geduwd. Dus het veld blijft niet wit. Dat gaan we zo meteen allemaal aanpassen. Maar deze staak zit er ook weer op, dus klap. Dus strooi er maar weer in, dan kan hij meteen ook weer in de garage. Want geen enkel van de velden heeft nog meer kalk nodig. Dus dat was letterlijk het enige veldje. En dan halen we de wals weer op. Want dan kunnen we meteen ook het veld gaan walsen. En dan kan ik meteen ook met die wals over het gedeelte gaan dat we net hebben ingezaaid met gerst. Dus dan pakken we opnieuw gewoon weer extra stukjes land tegelijkertijd mee. Maar deze... Hij staat niet heel netjes, maar hij staat weer op zijn plek. Daar gaat het om. Achteruit. Aankoppelen. En gas erop. Dan laten wij de wals weer zakken. En dan gaan we rustig dit veld even walsen. En dan verdwijnt de kalk niet. Het land is wel bekalkt. Oftewel, we krijgen de extra opbrengst ervoor. Het veld wordt nu ook gewalst. Daar krijgen we dus ook de extra opbrengst voor. Maar het veld blijft wel wit. Oftewel, ik kan niet zien waar ik ben geweest en waar ik nog niet ben geweest. Nee! Uh-oh. Oké, nu moet... Uh-oh. Nu moeten we echt even laten zien dat we professional zijn. Ja. Ik kan volgens mij nog een stukje meer naar links. Dit is eigenlijk echt wel lastig dat je niet weet waar je bent geweest. Oh nee, ik denk dat we ongeveer hier verder moeten. Dat denk ik. Je ziet het echt niet. Je ziet het verschil echt niet. Dit is een pure gok. Misschien dat we gewoon een hele lijn gaan missen. Misschien dat het helemaal goed gaat. Ik heb geen idee. Maar het is niet anders. Ik dacht dat we de kalk in de grond zouden gaan duwen. Maar dat gebeurt dus blijkbaar niet. Dus we moeten het op deze manier oplossen. Maar terwijl we hiermee bezig zijn, omdat het best wel een tijdrovende taak is, wil ik natuurlijk weer een aantal mensen bedanken voor het achterlaten van een supertank. Sowieso natuurlijk allemaal bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. Bedankt voor het abonneren. Bedankt voor het reageren. En bedankt natuurlijk allemaal ook voor de extra support. Maar Johnny APD, die had nog een 2 euro supertank achtergelaten. Dus dankjewel voor je support. Matthijs, die had ook nog een 2 euro supertank achtergelaten. Dus dankjewel voor je support. Nathan Johnson had nog een 2 euro supertanks achtergelaten, dus dankjewel voor je support. GC Gamings had nog een 2 euro supertanks achtergelaten, dus dankjewel voor je support. Army Boy, die had nog een 5 euro supertanks achtergelaten, sowieso high five voor jou. En dan zegt erbij, beste serie van je kanaal. Shout-out naar mijn pleegmoeder Jolande. Hey Jolande, shout-out naar jou, shout-out naar alle moeders en alle vaders en alle oma's en opa's die ook de video's kijken. En dankjewel Army Boy voor de 5 euro supertanks. Zoe Hellingman, terwijl ik er probeer achter te komen waar ik ben geweest en waar ik niet ben geweest, heeft nog een 5 euro supertanks achtergelaten. Ook high five voor jou en zegt erbij, het is je gegund, ga zo door, high five terug.
Oh, hij niet in mijn gezicht slaan. Nee, grapje. Dankjewel Zoe voor de 5 euro supertext. Bas van der Haar, die had ook nog een 5 euro supertext achtergelaten. High 5. En hij zegt, ik heb een voorstel. Aflevering 100. Een 10 uur aflevering. Goed voorstel. Eerlijk is eerlijk. Maar als we de aflevering 100 gaan halen, dan hebben we echt nog wel heel veel weken te gaan. Dan misschien kunnen we wel een 10 uur livestream doen. Dat lijkt me misschien een beter idee. Want anders gaat denk ik mijn computer crashen dat ik een video van 10 uur moet editen. Een video van 10 uur moet renderen. Een video van 10 uur moet uploaden. En ik denk niet dat mijn computer daar heel blij van gaat worden. En ik denk ook niet dat ik zelf daar heel blij van gaat worden. Dus een livestream is dan een mooie oplossing. Dus heb je suggesties voor aflevering 100? We zijn nog lang niet. Maar laat ze sowieso weten in de reacties. Dankjewel voor je 5 euro donatie, Bas van der Haar. Dus je cheese, aka Stijn, die had ook nog een 5 euro supertext achtergelaten. Dus high 5 voor jou. En hij zegt erbij, shout-out naar iedereen die deze video kijkt. En ik heb nog een mop. Hoe heet kaas die niet van jou is? Weten jullie het? Nee? Nacho kaas. Nacho kaas. Snap je hem? Nacho kaas. Nacho. Als ik moet uitleggen, dan gaat er iets verkeerd. Dat weet ik wel. Geen probleem. Die had nog een 5 voor de supertext achtergelaten. High 5 voor jou. En zegt erbij, probeer mijn naam eens uit te spreken. Trevel Bonheure. Het is een Franse naam, denk ik. En hetgene waar ik het slechtste in ben, is Frans. Ik kan echt geen Frans. Je m'appelle Jan, ça va? Je ne parle pas français? Au revoir. Dat is het enige wat ik kan zeggen. En dan sluit ik het gesprek ook gewoon af. Maar ik denk dat het een Franse naam is. En ik denk ook niet dat ik het goed heb uitgesproken. Dus ik ga het ook niet nog een keer proberen. Maar dankjewel, geen probleem voor je 5 euro supertanks. De helper zegt dat hij klaar is. Hij staat ook stil. Dus dan moeten we hem sowieso even de aanwijzing geven dat hij ook door moet gaan op veld 51. En dan kunnen wij natuurlijk met de vals over beide velden even gaan rollen. Rickert 045, die had ook nog een 5 voor de supertext achtergelaten. Een high 5 voor jou. En hij zegt erbij, leuke video's. Ik kijk er graag naar. Hey Rickert, super gaaf om te horen. En dankjewel natuurlijk ook voor alle support. Owen Degen, die had ook nog een 5 voor de supertext achtergelaten. High 5 voor jou. Dankjewel voor je support. Ruben Frooijen, die had ook nog een 5 voor de supertext achtergelaten. High 5 voor jou. En dankjewel voor je support. Veronique, die had toch een 2 keer 5 euro, ofwel een 10 euro supertext achtergelaten. Dus high 10 voor jou. En dankjewel voor je support. Winner Fiery, zoals altijd, heeft ook weer een 10 euro supertext achtergelaten. High 10 voor jou. En als laatste heeft Nick Oosterbroek een 50 euro supertanks achtergelaten. Dus dankjewel voor deze mega supertanks, als dat een woord is. En hij zegt erbij, keep up the good vibes. Gaan we zeker weten doen. Toffe video weer en op naar de 100ste aflevering. Kijken jullie nou allemaal uit naar de 100ste aflevering, jongens. Eerst komt de aflevering 66 special nog. Dan komt de aflevering 88 special nog. En dan pas komt de 100ste speciale whatever aflevering past. Dus rustig aan, jongens. Rustig aan. Maar dankjewel, Nick Oosterbroek, voor je 50 euro supertanks. En drop sowieso even een hype voor hem in de reacties. Niet in de chat, want het is geen livestream, maar in de reacties. Nu kan ik wel zien waar ik ongeveer ben geweest. Dus nu wordt het ietsje makkelijker. En eigenlijk, als ik deze taak voltooi, dan zijn we klaar voor vandaag. Want ik ben even aan het nadenken. De kippen hebben nog genoeg eten. De koeien hebben genoeg eten. De schapen hebben nog genoeg eten. Alle landen die wij bezitten zijn op dit moment ingezaaid. Op alle landen staat een bepaald gewas. En voor de rest heb op dit moment geen enkel land kunstmest nodig. Heeft op dit moment geen enkel land überhaupt onze aandacht nodig. Dus ik denk ook wel dat er weer een wat rustigere periode aankomt. Nu weet ik niet wanneer land 53 en wanneer land 40 klaar is om geoogst te worden. Maar dat kunnen wij even snel checken. Want de landen zijn donkergroen. En hoe donkerder groen ze zijn, hoe verder ze zijn in de groeifases. Dus ik zeg wel dat het rustiger wordt, maar ik denk het eigenlijk niet. Want als we de landen die nu donkergroen zijn hebben geoogst, dan moeten ze natuurlijk ook weer opnieuw gaan inzaaien. Dan moeten we natuurlijk ook zorgen dat we bij land 40 al onze gebouwen gaan bouwen. Dus het gaat helemaal niet rustiger worden. Ik neem mijn woorden terug, jongens. Het blijft druk. Ik neem mijn woorden terug. Het gaat echt niet rustiger worden. Laat de wals maar weer zakken. Ik heb daar een heel klein stukje gemist met de ploegen, zie je dat? Sorry. Sorry. Voor iedereen die er niet tegen kan, waaronder ik zelf ook,
Sorry. Een heel klein beetje gemist. Dus die 2 liter, wat dat plekje waarschijnlijk oplevert, die gaan we niet krijgen. Maar om nu weer helemaal de ploeg op te halen, om helemaal de zijmachine er naartoe te halen, om helemaal alles er naartoe te halen, dat kost veel te veel tijd. En de helper is wel lekker bezig. Die is ook alweer bijna klaar met dat gedeelte. Dan hebben we denk ik ongeveer vandaag €500 betaald aan de helpers. Maar aan de andere kant, we hebben nu zoveel snel kunnen doen, dat het ook echt wel waard is. Kijk, hij gaat net iets sneller. Ik rijd met 12 km per uur. Volgens mij rijdt hij met 16 km per uur. Maar ik heb een veel grotere werkbreedte. Dus misschien kunnen we hem nog inhalen, jongens. Oeh, het is een wedstrijdje. Het is nu een wedstrijdje geworden. Alleen wij moeten over 2 velden. Oh nee, wij moeten natuurlijk ook nog extra rijden. Het is niet een hele eerlijke wedstrijd. Maar ja, ik heb zo'n gevoel dat ik weet wie deze oneerlijke wedstrijd gaat winnen. Want de helper is bezig met zijn laatste strookje. Ja, hey, het was ook niet eerlijk. Volgende keer, jongen. Woehoe, wacht jij maar. Ik ga nu ook 2 keer over hetzelfde stukje heen. Dus ik moet iets meer naar links. Dat is niet handig. Maar ondanks alles zijn we goed bezig, zijn we snel bezig. En hij haalt nu de machine omhoog. En dan, pling, is die klaar met het werk. En dan moet de zijmachine wel echt even worden afgespoeld. Want we hebben nu 4 velden ermee ingezaaid. En hij is echt heel erg vies geworden. Dus dat moeten we niet vergeten. Maar eerst moeten we even deze taak afronden. En wat we vandaag ook nog moeten doen, dat moeten we ook niet vergeten, is we moeten even het gras gaan maaien op ons eigen grasland die we zelf hebben gecreëerd. Want de vorige keer dat wij dat gras hebben gemaaid, hebben we er 5 balen af kunnen halen. Alleen nu hebben we natuurlijk het gras ook bemest. Hebben we er alles aan gedaan om de opbrengst zo hoog mogelijk te halen. Dus ik ben ook wel benieuwd hoeveel gras het vandaag gaat opleveren. En we hebben de tijd er nog voor, dus we kunnen het beter vandaag gaan uitvoeren. Want dan kan het gras natuurlijk ook weer opnieuw gaan groeien meteen. Weet je wat wel het fijne is? Dat de trekker niet in de weg staat. Ik moet hier rechtdoor. Waarom heb je hem daar geparkeerd dan? Oh. Soms zit het ook niet helemaal mee. Ik kan toeteren wat ik wil. Maar natuurlijk is de helper er gewoon al vandoor gegaan. Dus ik moet hem toch echt zelf verplaatsen. Ik rij meteen even helemaal terug naar de boerderij. En kijk hoe die eruit ziet, onze poddinger. Die is echt heel erg vies geworden. Oei. Maar hij heeft wel weer de taak voltooid van de 4 velden inzaaien. En volgens mij hebben we deze machine ook nog nooit gerepareerd. Dus ik denk dat het de slimste is om hem meteen ook even te repareren. Want misschien dat wel nodig is. Dus we gaan even rustig over het bruggetje. Dan gaan we hier weer naar rechts. En dan gaan we meteen even repareren. En dat valt reuze mee, want de staat is echt nog heel erg hoog. Alleen het kost ons wel al €611 om hem weer helemaal 100% te krijgen. Dus ik ga er toch wel even voor betalen. Want dan hoeven we daar niet meer aan te denken. En nog steeds is deze machine €56.213 waard. Dus misschien kunnen we wel een keertje gaan kijken naar een zijmachine van 12 meter werkbreedte in plaats van 6 meter. Dus moeten we even checken, want het fijne wel aan deze machine is dat hij tegelijkertijd kan cultiveren en tegelijkertijd kan inzaaien. Maar we kunnen het altijd checken, misschien dat de volgende keer wel iets in de aanbieding is, je weet het maar nooit. Voor nu moeten we hem alleen even afspoelen, dan neem ik meteen ook even de trekker mee, want die is ook helemaal vies geworden. En dan kan alles weer netjes in de schuur worden gezet. En dan hebben we het pas weer over een tijdje nodig, dus hier staan we goed. Hoge drukreiniger erbij en even snel onze machine schoonmaken. Het hoort er allemaal bij. En als we hier ook iemand voor in moeten huren, dan ben je heel veel geld kwijt. Het is niet zo dat je met een trekker door de wasstraat kan. Dat zou eigenlijk wel mooi zijn. Zal er een speciale wasstraat voor trekkers bestaan? Ik denk het niet. Want als je met je auto door de wasstraat gaat, dan komt er natuurlijk zo'n draaiende soort handdoek of whatever. Allemaal van die lappen komen over je auto heen. Alleen bij een trekker en ook bij de machine steken natuurlijk heel veel onderdelen uit. Dus dan kan die draailappen ding, die kan natuurlijk nooit overal komen. Dus ik heb zo'n gevoel dat er niet een wasstraat voor trekkers en machines bestaat. Maar misschien heb ik het verkeerd, hè? Als iemand er ooit van heeft gehoord, laat het even weten, want ik ben eigenlijk wel benieuwd. Maar als we deze kant even meepakken, dan ziet hij er weer stralend uit. Kijk eens wat een beauty. Achteruit naar de garage. Kijk uit, Jakker. Als je daar blijft lopen, heb ik geen last van je, want ik moet in de derde deur zijn.
hier insturen. Ja, ja, ja. Terug. Ja. En dan gaat hij prachtig weer terug op zijn plek. Ja, we hebben zoveel ruimte vrij ook nog in de garage. Nu komen er natuurlijk binnenkort wel wat nieuwe machines nog bij. Maar het is echt een hele fijne garage. Ik denk ook wel een van de mooiste garages die je kan bouwen. Meiers kunnen worden uitgeklapt. En dan gaan we kijken hoeveel gras ons eigen grasland gaat opleveren. Dus laat de voorste meier maar zakken. Dan laten we de achterste meier ook alvast zakken. Dan zetten we alles aan. En dan zijn we onderweg. Here we go. Het ziet er al hoger uit. Het ziet er ook op een of andere manier. En dat kan ook aan mij liggen. Ziet het groener uit. En ik denk dus ook wel dat we meer dan 5 balen hier vanaf kunnen krijgen. Wat ik doe is ik keer gewoon op deze manier om. Want anders missen we allemaal kleine stukjes. Want wat het is met die grasmaaiers, omdat die voorste maaier eigenlijk niet precies de achterste maaiers volgt. Als je een bocht maakt, is het handiger om ook niet te veel en te scherpe bochten te maken. Terwijl je bezig bent op het land. Nu hebben we, als we naar deze rand toe rijden, geen andere keuzes. Ik moet hem even niet te scherp insturen. En dan hoop ik dat ik alles mee kan pakken. Kijk, dat bedoel ik. Je mist een heel klein strookje, zag je het? Dus dat gebeurt er omdat die voorste maaier, die volgt een andere lijn dan de achterste maaier. En heel veel van jullie hadden gereageerd dat ik er ook voor kan kiezen dat we beide maaiers aan elkaar koppelen. Dus dat we ze allemaal achter op de trekker kunnen hangen. Maar helaas zijn deze maaiers daar niet voor gemaakt. Dus helaas kan dat niet. En moet ik de voorste maaier ook op de voorkant gebruiken. En moet ik de achterste maaiers ook op de achterkant gebruiken. Het kan namelijk niet anders. En daarnaast moet ik ook de McCormick trekker hiervoor gebruiken. Omdat de case trekker natuurlijk geen koppeling aan de voorkant heb. Dus ik kan de case trekker hiervoor niet eens gebruiken. Want we hebben ook een driepuntskoppeling aan de voorkant van de trekker nodig. En heel groot is het niet. En ik zag ook dat het eten van de schapen langzaam op begint te raken. Dus waarvoor ik dit gras wil gebruiken is gewoon voor puur gras. Dus we gaan er geen hooi van maken. We gaan er geen kelvin van maken. Nee, we houden het gewoon op puur gras. Dat de schaapjes gewoon ook weer de komende maanden, zelfs de komende jaren, genoeg eten hebben. Want de schapen eten natuurlijk gewoon puur gras. Dus dat lijkt me het allerslimste. Dan ga ik nu hier weer verder, want dan hoef ik niet moeite te doen met het keren. Gewoon slim blijven werken. En op deze manier gaan we er komen. En mochten we hier en daar een grassprietje missen, wat ook gebeurt, dan is dat niet heel erg. En als ik hier gewoon even de bocht helemaal maak, dan ga ik nu gewoon op deze manier heen en weer. En op een gegeven moment zijn de meeste grassprietjes wel gemaaid. Niet allemaal, want we hebben hier en daar wat gemist. Net zoals hier. Dat kan ik nog even snel meepakken. Maar die paar grassprietjes die er nog staan, zijn eigenlijk ook helemaal niet erg. Meteen weer de bocht om. Dan is dit de ene laatste keer. Ja. Dan moet ik nog één keertje omdraaien. Vloep. Dat is ook weg. Ik zie hier nog wel de hele rij gras staan. En dan zijn wij zo goed als klaar. Insturen. Ja. Nice. Gewoon puur omdat het kan. En omdat ik jullie langer ken dan vandaag, zal ik voor iedereen die nu zal zijn reactie zitten typen, nog eventjes hier de grassprietjes meepakken. Alsjeblieft, jongens. Alsjeblieft.
Zo, dan is deze taak er ook weer op. Dus klap de maaiers maar weer in. Dan kunnen die weer in de garage. Dan halen we even met de Kees de balenpers op. Dan gaan we hier meteen balen van maken. En dan gaat de zon ook weer langzaam naar beneden. Hij staat mooi geparkeerd. Ik moet alleen even opletten op dat zijwiel. Zodat ik dus niet die ballen raak. Ja, gaat goed. Ook niet de kom mij raken. Gaat ook goed. Dan hebben we een mooie draaicirkel. Want de balenpers die draait namelijk ook mee met de richting waarop wij sturen. Dus de draaicirkel is perfect. En dan moeten we meer dan 5 balen hiervan afhalen. Want dan is het waard om het grasland ook elke keer te bemesten. Dan is het waard om het grasland elke keer goed te verzorgen. Dus meer dan 5 balen. Er zit al 1600 liter stro in de machine. Die stro die gaan we gewoon meenemen in de eerste baal die wordt geperst. Dus we moeten even onthouden dat er dus al 90% in zit. Dus eigenlijk moeten we beginnen met tellen vanaf 90%. Dat is niet heel denderend. Maar om het zo eerlijk mogelijk te doen, moeten we gaan beginnen met tellen vanaf de 19%. Dus zet hem maar aan. De hark hebben we niet nodig. We hoeven het ook niet om te gooien, want we gaan er geen hooi van maken, maar gewoon puur gras. En we zijn begonnen. Daar gaan we. 4000 liter voor de eerste baal. 5000 liter voor de eerste baal. Dit gaat rap, jongen. En boom! De eerste baal is een succes, maar pas bij 90% is nu. Dat was 1 baal. We gaan het meteen ook weer bijhouden. Ik ga proberen ook alles mee te nemen zonder de berg te raken. Ja, perfect! En dit gaat snel, jongens. Kijk rechts onder je scherm de baal optellen. De eerste komt er al bijna uit aan de achterkant. 1 rondje gemaakt. En baal 3. Even wachten. Is een succes. Ja, dit zijn er sowieso meer dan 5. 100.000% zeker meer dan 5. We hebben er nu al 3,5. We gaan het gewoon non-stop bijhouden. Natuurlijk worden de rondjes wel steeds korter. Want we maken steeds een korter rondje. Dus we halen ook steeds minder op. Maar we hebben nu al 4 balen. Dus dan gaan we hier weer de bocht om. Nieuw. En wat zullen we... Ik hoop op 7 als ik zo kijk. 7 zou wel mooi zijn. Dan hebben we 2 extra balen. Ongeveer 10.000 extra liter. Dan moet ik hier even helemaal doorrijden. Dan halen we de machine ook even omhoog. Want dan kan ik die scherpe bocht maken. En dan gaan we nu in plaats van rondjes rijden, gaan we nu gewoon lijnen rijden. Dat is iets efficiënter. En... Oh, jongens. Let's go! Er is alweer een nieuwe baal. Dat is nummer 6. Kom, we moeten die 7 halen. Er ligt niet meer heel veel gras, hè? Er ligt niet meer heel veel gras. Haal de hark maar even omhoog. Dan maak ik mijn bochie. Kom op. Dit moeten we halen. Jawel. Kijk. Er ligt nu echt nog heel weinig. Ik denk niet dat we die nieuwe niet meer gaan halen. Die gaan we niet meer halen. Er ligt namelijk nog heel weinig gras. 90% zit de machine nu vol. We waren begonnen op 19%. Alleen dat gaan we niet meer halen. Maar... 94, 95, 96, 96, 97. Stopt die echt? Het gras is op. Het gras is op 97%. Dus zet de machine maar uit. Dan halen wij de laatste balen er ook uit. En dat is er nog maar 1. Want die andere is pas 97%. En dan zie je het eindresultaat. 6 balen. En 90% eraf. 80%. 6 balen en 80% van de 7e. Ik had er wel meer van verwacht. Maar hij was nu volledig bemest. We hebben er alles aan gedaan om de opbrengst zo hoog mogelijk te worden. Maar van 5 naar afgerond 7... Het is extra. Alleen ik had er eigenlijk wel meer van verwacht. Maar aan de andere kant, het zijn weer 6 volledige balen. Oftewel, de schaapjes zullen er blij mee zijn. Dan halen wij automatisch onze verrijker op. En dan wordt het ons doel om die 6 balen in 1 keer mee te nemen. We hebben nu al wat ervaring ermee. Want de vorige keer hebben we deze hooivork ook al gebruikt. Alleen hebben we er iets van geleerd. Dat weet ik niet. Alle 6 de balen moeten in 1 keer meekomen. Dat moet lukken. Heel veel mensen die vroegen ook wat ik met die roze balen ging doen. Die hier langs de weg liggen. Alleen die roze balen is kelvoer voor de koeien. En de reden waarom ik ze daar laat liggen is omdat het 1 baal is. Het is 1 plastic wrap. En ik kan het dus niet allemaal in 1 keer verplaatsen. En als ik dat plastic eraf haal,
dan is het natuurlijk niet meer beschermd tegen de elementen. Dus vandaar dat ik ze daar laat liggen. De volgende keer kunnen we het beste de balen individueel rappen. Dat we ze dus ook individueel in de schuur kunnen leggen. Dus dat is weer iets wat we hebben geleerd. Want nu liggen ze nog steeds aan de kant van de weg. En de komende maanden blijven ze daar ook liggen. Want ja, weet je, de koeien kunnen we niet meer eten geven dan ze nodig hebben. Dit moet goed komen. 6000 liter per baal. 6 keer 6, 36. 36.000 liter. En de verrijker kan dit. Ik geloof in je verrijker. 2 stapels van 3. Dat is wat we nodig hebben. Dus hier kan ik het eerste stapeltje van 3 gaan neerzetten. Ietsje naar achter. Laat maar zakken. Ja, dan laat ik dit stapeltje nu ook even staan. Dan ga ik eerst het tweede stapeltje maken. En dan is het misschien handig om een speciale grasroller te gaan kopen. Want eigenlijk wat je bij het grasveld moet doen, is je moet het met een speciale grasrol gaan rollen. Wat er dan namelijk gebeurt, is dat je geen kunstmest meer nodig hebt, maar dat wel het veld 100% bemest is. Door middel van die speciale grasroller. Nu kosten die rollers natuurlijk wel weer heel veel geld. Dus misschien is het handig om voor nu het nog te doen met kunstmest. Alleen in de toekomst wel die speciale grasroller aan te schaffen. Alleen is het misschien het slimst om die aan te schaffen als we dit grasveld kunnen gaan uitbreiden. Oftewel, als wij veld 39 kunnen kopen. Dus laat even weten in de reacties wat jullie daarvan denken. Ik denk dat dat het slimste idee is. Maar nu moet ik ze... Oh, ik moet even één keer achteruit. Ik moet even een aanloopje nemen om ze helemaal erop te krijgen. Dus... Huh? Wow, oké, ik heb ze. Maar... Ja, dit is natuurlijk veel zwaarder dan stro. Jongens. Ik kan 6 balen in één keer meenemen, zoals je kan zien. Het probleem is alleen dat het te zwaar is. En nu hadden mensen gezegd dat er gewicht op de verrijker kon aan de achterkant. En ik... Oh nee, wacht, ik sleep het gewoon over de grond. Wacht, het lukt. Het lukt. Alles onder controle. Ik heb dat gewicht helemaal niet nodig. Oh, kan ik de bocht doorkomen? Oh, niet eraf vallen. Oké, ik heb het gewicht wel nodig. Ik laat het hier even staan. Dan gaan we even kijken, want ik ben eigenlijk wel benieuwd of het gewicht van onze McCormick ook achterop onze verrijker past. Want sommigen van jullie zeiden dat er namelijk gewicht op kon. En dan kunnen we misschien wel die 36.000 liter in één keer meenemen. Ik heb het nu ook gewoon op de weg laten staan. Dus mocht er nu een auto aankomen, ziet hij in één keer een berg van gras staan. Maar weet je, ik kon het niet vervoeren. Het spijt me zeer, ik kon het niet vervoeren. Het gewicht ligt op de parkeerplaats. Alleen die heeft natuurlijk wel een ander koppelpunt. Want deze gaat er niet aan kunnen. McCormick, haal dat gewicht eens even wat naar voren. Of eigenlijk naar achter. Er zit namelijk aan de andere kant een ander punt. Ik heb geen idee of dit werkt hoor. Het is puur een test. Jullie hadden het in de reacties achtergelaten. Achteruit er naartoe en... Dan kan die niet aangekoppeld worden. Dat is wel jammer. Nu ben ik wel benieuwd of er misschien een gewicht in de shop is die er wel achter kan. Als ik eerlijk ben, denk ik dat wij een speciaal verrijker gewicht daarvoor nodig hebben. Voor nu neem ik gewoon de aanhanger mee. Misschien dat die aanhanger wel genoeg tegengewicht geeft. Dat het wel lukt. Alleen ik kan het, als ik nu de aanhanger meeneem, net zo goed gewoon op de aanhanger meenemen. Oh, pas op, ik heb je niet gezien. Sorry. Ik zat naar de kijkers te kijken. Sorry. Kijk wat er gebeurt in de verte. Ik kom de balen ophalen, vriend. Rustig. Hou je rustig. Ik kom ze ophalen. Hij houdt zich aan de dubbele doorgetrokken streep. Als je nog heel even geduld hebt. Ik ben namelijk onderweg. Dan hebben we misschien nog meer geluk dat die aanhanger gewoon ons tegengewicht geeft. Aanloop. Oké, ik heb alles weer. Oké, die aanhanger geeft ons een heel klein beetje tegengewicht, maar niet heel veel. Dus ik moet het toch echt even op de aanhanger gaan neerzetten. Dan kan ik 1 stapel tegelijk meenemen. Dan moet ik even achteruit. Dan zet ik de aanhanger hier neer. En ja, het was te proberen, jongens. Ik had ze heel niks opgestapeld. Ik dacht, we kunnen er echt wel 6 in één keer meenemen. Maar 36.000 liter is toch wel een beetje te veel. En hij schudt ook al helemaal heen en weer als ik 3 balen meeneem. 18.000 liter.
ook deze. Wop! Prik er maar in. En ik kan deze ook netjes op de aanhanger. En dan gaan we het gewoon op deze manier meenemen. Weten we toch wel een beetje wat de limiet van de verrijker is. We hebben toch wel iets geleerd vandaag. En dan moet ik heel even iets achteruit. Dan moet ik hem opnieuw optillen. Ja, en dan nu naar beneden. En dan staat alles er netjes op. Awesome. Kijk eens wat ik voor jullie heb, jongens. En zo! Ze hebben ook niet stilgezeten, hoor. Er staan alweer echt ontzettend veel pallets met wol. Dus dat is alleen maar mooi. En ze hadden nog 5 balen gras. Maar nu krijgen ze er 6 bij. Dus dan, weet je, dan hebben ze echt, echt wel weer genoeg eten. Dan moet ik er wel even recht voor gaan staan. En die wol, die blijft maar doorgaan, joh. We blijven natuurlijk ook gewoon de spinnerij voorzien van wol. Dus de stof, die blijft non-stop gemaakt worden. En volgende maand kunnen we die stof allemaal gaan verkopen. En het moet, ik denk wel een tonnetje opleveren als ik heel eerlijk ben. En een ton is echt, echt heel erg veel. Dus deze staan op hun plekje. En dan staan deze ook op hun plek. Dan tegelijkertijd neem ik meteen even 1 nieuwe grasbaal. Of eigenlijk oude grasbaal mee. Want dan mogen ze deze nog even op gaan eten. Dat is 5500 liter. Dus die rechthoekige balen zijn net 500 liter meer. Dat is natuurlijk ook een andere balenmachine. Ze heeft andere afmetingen. Alleen ik vind eigenlijk die rechthoekige balen wat makkelijker te manoeuvreren dan de ronde balen. Want de ronde balen die kunnen natuurlijk ook weer wegrollen. Maar dat zit er nu allemaal in. Dus ze hebben sowieso weer genoeg eten. En dan is het eens wat we hoeven te doen. Even de aanhanger op te ruimen. En deze video af te sluiten. Want de dag is ook afgelopen. Het is alweer donker aan het worden. Dus wat ik zeg is heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Heel erg bedankt allemaal voor de support. We zijn natuurlijk zo snel mogelijk weer terug. Met een nieuwe aflevering van Farming Simulator. Dus ik ga meteen ook even tanken. Wacht, ik zie het nu. Ik kan net zo goed even de verrijker volgooien. Want we rijden er nu toch langs. Dus gooi hem nog maar even vol. En dan is deze aflevering afgelopen. Dus heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Heel erg bedankt allemaal voor de support. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.